Ja, leuk dat jullie weer kijken naar Mollen met Martens, aflevering 2 van Wie is de Mol is net geweest. En wat was het, een sportieve uitzending. Nou, helaas hebben we geen sporters in de groep van dit seizoen. Dus het zal niet echt een link zijn naar een van de kandidaten. Maar ik vond het echt een heerlijke uitzending. Ja, de mollistische spelen, een mooie woordgrap van Rick. Anna staat eigenlijk als eerste op die plek. En Anna kent, die snapt meteen de opdracht. Natuurlijk, want zij is misschien wel de mol. En de mol die kent echt, als het goed is, de opdracht helemaal van binnen en buiten. Maar goed, en Anna is ook gewoon een hele slimme vrouw. Dus die snapt dat gewoon misschien meteen. Maar die staat wel op een hele goede positie. En op het moment dat zij die codes moet doorgeven aan de tribune, doet die microfoon het niet. Dat komt natuurlijk heel goed uit als je de mol bent. Daar begint eigenlijk al een beetje de chaos. Want dan moeten ze die codes eigenlijk heel hard roepen, schreeuwen naar de andere kant. En ja, geluid, dat geleidt dan toch in zo'n stadion misschien niet zo heel erg lekker. Dat vond ik al een beetje een lastige, zeg maar. Kees, die was aan de beurt. Die had al 2 rondjes gerend. Dus die mocht nu zijn codes doorgeven aan de tribune. Dat ging rommelig. Volgens mij begreep Kees niet helemaal wat hij moest doen. Dus hij begon meteen, ja, L3H, een H en een A. Dat lijkt natuurlijk, als je het roept, lijkt dat heel erg op elkaar. Dus dan moet je gewoon met Anton Hendrik, of weet je, dat soort namen roepen. Maar dat ging veel te snel, waardoor die andere kandidaten op die tribune eigenlijk geen idee hadden. Er ontstond chaos, wederom door Kees. Nou, de chaos werd echt compleet toen Fons die rol op zich nam. Want nou, toen lagen al die kaartjes. Het ging daar zo ongelooflijk mis. Dat begon eigenlijk bij Kees. En Fons die topte dat eigenlijk meteen af. Tooske die bleef gewoon lekker rennen. Die dacht, laat mij dit maar doen. Jeroen eigenlijk ook. Dus ja, Fons en Kees wederom hebben toch weer die opdracht een beetje verkloot. Maar we zijn nog niet bij de tribune geweest. Het was makkelijk geweest om met een schone lei te beginnen. Dus er stond nu mol in het groen. Haal die borden weg en dan kan je bord voor bord neerzetten. En dan zou het eigenlijk wel goed moeten gaan. Ze hebben ook elkaar, dat mis ik, ja, dat mist natuurlijk ieder seizoen. Ja, dat wordt natuurlijk wel slecht gecommuniceerd. En dat is op het moment, als je het ziet, of na de hand natuurlijk altijd makkelijk om te zeggen. Op het moment, dan zit je zo in zo'n hype en zo'n adrenaline. Dat je gewoon, ja, het communiceren gaat eigenlijk altijd mis. Rian die was alleen maar Jezus aan het roepen en dat ging allemaal niet. Maar Justin, die ging er echt met een gestrekt been in. Die werd eigenlijk een soort van beetje agressief. Van luister eens, langzamer, langzamer. Dan denk ik, ja, die, weet je, je bent dan zo de schuld op iemand anders aan het gooien, dat iedereen op die tribune dacht van, ja, inderdaad, zijn ze aan het mollen. Maar ja, daar op die tribune gebeurde ook heel veel, want hebben ze borden wel op tijd weggehaald? Hebben ze de borden wel op de goede plek gezet? Ook daar vond ik Justin eigenlijk best wel rommelige dingen doen. En vooral heel erg, kijk mij eens even de goede fanatieke kandidaat spelen. Maar ondertussen zit hij wel allemaal dingen verkeerd te doen. Of verkeerd te doen, dat weten we eigenlijk niet. Dat hebben we niet gezien. Maar dat zou zomaar kunnen in die chaos. Ja, dan zet je toch een bord ergens anders neer. Of een liggend bord zet je gewoon even recht. Is natuurlijk wel gevaarlijk, omdat die anderen natuurlijk erbij staan. Maar je hebt, als je op die tribune staat, helemaal geen overzicht. Jij kan niet zien welke borden en wat daar dan ontstaat. Nou, er ontstond eigenlijk helemaal niks. En dat zag Tooske ook. Die dacht, na 2 ronden moeten we toch al een bedrag hebben zien staan. Ja, dat klopt. Is nooit gebeurd. Kees, wederom ontzettend verdacht. Anna staat altijd op een sleutelpositie. En Fons is het mij een beetje bijgekomen. Dan gaan we door naar de volgende opdracht. Oh, ja, spectaculaire opdracht. Uitzitten. Wat mij ook opviel waren die helmen. Er lagen daar 5 helmen klaar voor de waaghalzen. Een zwarte, een rode, een witte, een blauwe en een gele. In mijn vorige vlog had ik ook al gezegd over die belangrijke kleuren uit de Maya-kalender. Die zijn rood, wit, geel, blauw en zwart. Dat zijn de kleuren. Dus hè, de eerste aflevering zagen we die blauwe iris, de kleur blauw. Dus ik dacht, nou, misschien moeten we niet alleen follow the money, maar ook een beetje follow the colors. Blauw. Ik dacht, laat ik eens even kijken wie die blauwe helm pakt. Nou, dat was Fons.
Fons pakte de blauwe helm en die stond voor sport en vrije tijd. Maar dat blauw staat ook nog voor iets anders. Blauw staat voor transformatie. Rood stond ook weer voor initiëren. Maar goed, Fons had de kleur blauw. Blauwe iris in aflevering 1, nu een blauwe helm. Maar goed, zij zijn lekker aan het klimmen. En uiteindelijk heb je dus... dat vond ik ook wel heel geestig. Zij waren alleen maar aan het gillen met elkaar aan het praten. Ze moesten zwieren. En ondertussen hoorde je ergens aan de achtergrond nog Ellie Lust met allemaal leuke Mexico-weetjes doorgeven. Uiteindelijk, ja, dan kom je bij die laptop. Moet je 4 vragen beantwoorden. Nou, Anna wist eigenlijk alle 4. Maar dat weten we helemaal niet. Want we weten alleen maar dat zij de eerste vraag goed heeft beantwoord. Is, ja, wat was de valuta vroeger in Mexico? Dus betaalden ze met chocolade. Dat hebben we echt gezien dat zij dat invoerde. Ze hadden hier 4000 euro mee kunnen verdienen. Nou, dat is niet gelukt. Dat is 1250. 1250 geworden. En ja, dus er zijn heel veel mensen in het Waaghalse groepje die hebben gelogen. Want Fons had 3 vragen goed. Nou, dat was dan 750 euro. Dan had je... Anna had 4 vragen, die had ze allemaal goed. Dus die had volgens mij 1000 euro. Dus die hele berekening klopte niet. De enige berekening die klopte, was denk ik van Jip. Ze zei van ja, ik had er 2 goed, 1 niet. Dus dan ging het 250 euro uit de pot. Maar ik had 2 vragen goed. Dus ik heb uiteindelijk 250 euro ingebracht. Ja, Rosario, Justin en Anna... Die hebben gewoon gelogen over hoeveel vragen ze goed hadden. Dus daar zit iets. Maar er gebeurde ook wel het een en het ander bij dat zwembadje. Kees is eigenlijk degene die zegt... Oh, we moeten gaan verkleden, we moeten dat zwembad inspringen, we moeten dingen doen. Ja, precies. Als jij de mol bent, Kees... Hè, dan wil je dingen doen, want je wil niet blijven zitten. Want zitten is goed en niet zitten... Dat is niet goed. En jij wilde vooral niet zitten. Dus dat heb je wel goed gedaan. Maar aan de andere kant vond ik Tooske ook wel weer toch verdacht. Want die zei vooral, jongens blijven we lekker zitten. We moeten gewoon blijven zitten. Doe maar lekker niks. Wat op zich heel goed is. Maar ja, je doet mee aan Wie is de Mol. En het spel is begonnen. Ga maar eens even 2 uur stilzitten. Terwijl er allemaal spellen zijn. Misschien aanwijzingen, jokers. Je weet het niet. Dus je gaat niet zitten. En dat weet de mol als Tooske het is. Ook donders goed. Dus weet je, dan ben jij weer degene die het eigenlijk aan het publiek goed doet. Maar ondertussen, ja, ik vind Tooske gewoon verdacht. Ja, die wilde gewoon lekker gaan zitten. Ook omdat jij donders goed weet dat niemand natuurlijk gaat zitten. Het is Wie is de Mol? Weet je? Ja, Tooske. En toch ook Kees. Kees, Tooske en eigenlijk al die Waaghalzen, die hebben gewoon allemaal gelogen. Iedereen is gewoon aan het mollen, zodat wij als kijker het echt niet meer weten. Dit is aflevering 2. Ik weet het niet. Oh, ingewikkeld. Ja, maar bij mijn verdachtenlijstje is eigenlijk Fons een beetje bijgekomen. En dat komt eigenlijk meer door die blauwe helm. Niet zozeer door die chaos die er was in het stadion, maar meer die blauwe helm. Ik weet niet of we de kleur blauw moeten volgen. Misschien ook wel weer rood, dan zou het meer Justin zijn. Uitzitten. Ik denk dat wij dat ook moeten doen. Nog weken. We moeten nog weken uitzitten. Maar goed, wat mij trouwens ook opviel, zou ik bijna vergeten, is net voor de test. Justin, hij is de penningmeester, die heeft het geld. Er zit veel geld in de pot. Dus die dacht, wat heel slim is, om dat natuurlijk met iemand te doen. Hè, in dit geval Tooske, om even die pot te tellen. Nou, dat mist 250 euro. Nou, we weten nu ook gewoon dat Justin dat zelf heeft gedaan. Om eigenlijk chaos te creëren. Dat vind ik zo slim om dat net voor een test te doen. Iedereen bij elkaar te roepen. Ja, jongens, er mist 250 euro. Ja. Hij is de penningmeester, dus het kan zomaar zijn dat er heel veel kandidaten dan meteen een beetje op hem gaan zitten van... ja, maar wat jij bent de penningmeester, jij bent hier verantwoordelijk voor en nu mist er 250 euro. Ik vind dat zo ongelooflijk slim. Is hij echt de mol? Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat hij wel heel goed in het spel zit. En chaos creëren op cruciale momenten, ja,
dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Dat heeft hij ook op die tribune gedaan met die borden. Weet je, meteen de schuld op iemand anders gooien. Heel best wel heftig en agressief reageren. Zodat eigenlijk ja, de rest daar een beetje in meegaat. Ja, Justin. Ja, ik denk bijna iedereen nu. Maar Rian is er misschien een beetje af bij mij. En daar is eigenlijk een Justin en... Ja, toch Fons toch wel een beetje bijgekomen. Maar goed. Ik weet het niet. Ik vond het een heerlijke uitzending. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie verdenkingen zijn. Help mij een beetje mee. Wat is jullie opgevallen? Wat zijn jullie verdenkingen? Zit ik er misschien helemaal naast? Laat het mij in ieder geval weten hieronder. En dan, nou ja, dan kunnen we hopelijk samen een beetje achterkomen. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer met een nieuwe Mollen met Machtes. Doei. tvgids.nl. Dat is minder zoeken, meer zien.